Lucas Woudenberg, ik denk dat jij deze bekerfinale zo snel mogelijk wilt vergeten. Ja, inderdaad. We beginnen uiteindelijk wel fantastisch. Er komt 2-0 voor. Niks aan de hand. In de rust zeggen we gaan gewoon door voor die derde. En ja, tweede helft laat je het in eerste instantie natuurlijk zelf lopen. En de scheidsrechter is ook dubieus in zijn beslissingen. Eerst even het eerste aspect nemen. Je zegt we laten het zelf lopen. Waar zit dat hem in? Ja, dat is een goede vraag. We begonnen natuurlijk fantastisch. Volle druk. En tweede helft doen we dat niet meer. Lopen we achter feiten eigenlijk al aan. We lopen terug uit. En ja, je helpt PSV in de wedstrijd door die 2-1 natuurlijk. Op zich nog niks aan de hand. En ja, dan natuurlijk die 2-2. Hij geeft een penalty. En ja, wat hij ervan vindt weet ik niet. Maar volgens mij was er vrij weinig tot niks aan de hand. Jij kan het beste beoordelen wat daar gebeurde nou gewoon vanuit jouw perspectief. En neem ons eens mee daarnaartoe. Ja, ik dek de rechtsbuiten op dat moment voor PSV. En er komt een steekpaas tussen de verdediging in. En ik zei, ik heb hem schuin voor me en ik sta nog open. Dus ik loop gewoon met de bal mee. En ja, en hij loopt tegen me aan, schijnbaar. En hij fluit voor de penalty. En dan de tweede geel kan je vertrekken. Dan moet je naar de kant. Weet je dat het heel moeilijk wordt voor je ploeg. Hoe heb je naar die resterende minuten dan nog gekeken? Ja, hopen dat het team het vasthoudt. En dan kom je ook, ja, dat is natuurlijk 2-2. En dan krijg je nog zelf een hele grote kans met Rodney. Ja, als die erin zou gaan, dan was het natuurlijk helemaal mooi. Maar dat mocht niet zo wezen. Dan heb je nog verlenging. 2 keer 15 minuten, ja, dan wordt het moeilijk natuurlijk. Je probeert nog wel 2 spitsen voorin te houden om kans te creëren. Krijg je ook nog. Alleen ja, het geluk zit niet, vandaag niet aan onze zijde. Nee, die laatste minuut van die verlenging waar iedereen al in het veld stond te juichen van jullie kant. Want ja, dat leek toch te gelijk maken. Heb jij enig idee wat daar gebeurde? Ja, de bal komt terug vanuit de lat en vanaf de lat. En hij gaat erin. En ja, iedereen juicht en loopt hier op het veld te springen. En op een gegeven moment zie ik de scheidsrechter rechts in de hoek zijn vlag omhoog staan. En hij zei dat volgens mij, ik begreep wat ik heb begrepen, was schijnbaar bij het spel. Ik kon het zelf niet goed beoordelen. Maar als ik van andere mensen heb gehoord die daar op dezelfde lijn stonden, was dat niet zo. Dan gaat die bekerfinale verloren. Het was sowieso een beetje een gekke aanloop naar deze wedstrijd. Hè? Die al een keer werd afgelast. Toen verplaatst hierheen. En dat heeft, het geldt ook voor PSV, maar ook voor jullie. Ja, de voorbereiding een beetje in de war gestrooid. Ja, inderdaad. Het is jammer dat het zo moet lopen. Maar uiteindelijk wel blij dat hij gespeeld is. En, want vorig jaar was het precies hetzelfde. Is hij niet gespeeld. Ja, het is jammer. Maar ja, je kan er niet van veranderen. Het is sneu voor iemand als Cas Knoester bijvoorbeeld, die vandaag een examen had en er daardoor niet bij kon zijn. Ja, dat is extra zuur voor hem en natuurlijk ook voor het team. Maar ja, we zijn het begin van het seizoen met dit team ook gewoon gestart en iedereen stond altijd voor elkaar klaar. En ja, het seizoen is zeker niet in een grote teleurstelling, ondanks het verlies van vandaag. Want ik denk, niemand had gedacht dat wij kampioen zouden worden en ja, dat hebben we toch wel mooi geflikt. Is daardoor jouw overal gevoel over dit seizoen ook positief, omdat jullie gewoon de titel hebben gepakt? Ja, tuurlijk. Het is nu wel een kleine teleurstelling. Maar ik denk als je 2 dagen verder bent, dat je dan toch denkt van joh, we hebben gewoon een prima seizoen gedraaid. Iedereen individueel en als team. Dus ik denk dat je gewoon tevreden kan zijn. Wat kun jij zeggen over je persoonlijke toekomst bij Feyenoord? Ja, ik heb te horen gekregen dat ik volgend jaar start bij de selectie. Dan moet ik gewoon mijn best doen en dan zien we wel hoe het verder gaat. Hopen daar een vaste plek af te dwingen. Ja, inderdaad. Ik ga gewoon mijn best doen zoals ik hier ook altijd doe. En dan zullen we het zien.